iemand zei dat deze van Action heel erg goed is. Ik ben echt helemaal fan hiervan geworden. Dat ik mijn make-up wil verwijderen. Ja, zo kan het ook. Hoi, en superleuk dat je weer kijkt naar deze video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Esmee en misschien kennen jullie mij van mijn eigen YouTube kanaal, Esmee Geel. Of natuurlijk van de video's die ik al eerder heb opgenomen voor Action. Ik ben net naar de winkel geweest en daar heb ik allemaal leuke beauty, skincare en make-up items gekocht. Superveel, ik heb een hele tas vol, zoals je kan zien. En er zit superveel leuks in. Ik heb hier het bonnetje, dus ik kan alle prijzen voor jullie opnoemen. Heb je zin in deze video, doe alvast even je duimpjes omhoog. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het YouTube kanaal van Action hier beneden, als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we maar eerst even kijken naar wat er nu allemaal in de winkel ligt. Nou, zoals je kan zien, ik heb niet super veel gefilmd. Het was best wel druk in de winkel. Maar ze hebben echt een super ruim assortiment aan allemaal skincare, make-up, beauty, allemaal verzorgingsproducten. Heel fijn. En daarvan heb ik een aantal dingetjes gekocht. Ik zal even beginnen met een standaard beauty item. Dat is namelijk een spiegel. Ik ga donderdag op vakantie en ik had nog zo'n klein spiegeltje nodig. En deze leek me wel heel erg handig om ook mee te nemen. Kijk, dit is hem. Dit is zo'n handspiegeltje. Hij is best wel klein, dus hij neemt niet heel erg veel ruimte in. En hij kan dus zo staan. Dit is mega handig om jezelf dus weer op te maken op vakantie. Of natuurlijk gewoon thuis. Nou, ik kijk gelijk even naar mezelf hoe ik eruit zie. Dus, deze spiegel dus. Ik geloof echt dat die 2 euro was of zo. Ik heb best wel een lange bon, dus ik moet echt even zoeken naar alle prijzen. Het gaat echt een lange video worden. Make-up spiegel, 2,49 euro. Nou, ik zei het net al eventjes. Ik ga donderdag op vakantie. En dit is echt een must-have als het aan mij ligt. Dit zijn van die flaconnetjes waarbij je shampoo, conditioner, vloeistof en zo kunt overgieten. Mega handig. Ik vond dit ook wel bij deze video horen. Dit zijn 7 stuks. Ik heb er 2 gekocht. Dat leek me wel handig, want ik heb best wel veel producten die ik altijd mee wil nemen. En deze kosten 1,19 euro per stuk. Nou, om mijn make-up eraf te halen heb ik een aantal producten gekocht. Waaronder ook watjes. Hier was ik echt mega benieuwd naar. Dit is zo'n 2-fase reiniger voor waterproof oogmake-up. Ik heb deze eigenlijk nog nooit geprobeerd, dus ik ben heel erg benieuwd. Er zitten dus 2 laagjes in. Eentje met olie en die ander volgens mij gewoon met water. Dan moet je het schudden. En dan kun je zo heel gemakkelijk je waterproof make-up eraf halen. Ik gebruik zelf wat waterproof mascara. Gaat er heel moeilijk af. Dus ik ben benieuwd hoe deze is. En ik heb een micellair cleansing water gekocht. Dit is hoe de verpakking eruit ziet. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het testen en daarvoor heb ik ook watjes gekocht. Die gaan gelijk mee mijn koffer in. Eentje voor gezicht. Dus van die grote en gewoon van die kleintjes. De gezichtsreiniger micellair was 1,89 euro. Deze was 1,58 euro. De wattenschijfjes die waren 49 cent. Om nog maar even in het thema te blijven van make-up weghalen, verwijderen. Ik heb ook een make-up remover cloth gekocht. Hier moet je alleen water bij toevoegen. En ik geloof dat je dit ook gewoon in de wasmachine kan gooien als je hem schoon wil maken. Kijk, dit is hem. Oh, er zitten zelfs een soort van handvaten in. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Of dat zo daarvoor bedoeld is, maar best handig, kan je zo doen. Heel chill. Oh, ik ben hier echt benieuwd naar. Volgens mij kan je er ook gewoon product op doen om het nog sneller eraf te halen. Maar het zou alleen met water moeten lukken. Het is echt super zacht. Het is een soort van microvezeldoek. Heel handig. Dus deze neem ik ook mee op vakantie. Voordat ik mijn gezicht ga wassen wil ik wel dat al mijn haar uit mijn gezicht is. En ik heb een haarband gekocht. Ik vind het altijd heel erg chill ook om mijn make-up te doen. Want dan is lekker al het haar uit mijn gezicht. Dit is van het merk Betty's. Daar heb ik ook iets anders van gekocht trouwens. Een haarborstel. Dit doet me echt denken aan zo'n tangle teaser. Ze hadden echt allemaal verschillende kleuren. Dit is hem. Betty's. Oeh, heel chill. Er zitten allemaal van die... Ja, er zitten nu allemaal haren in. Handig. Allemaal verschillende groottes qua pinnetjes in. Oké, handig. Nou, gelijk een nieuwe haarborstel. En ik heb dus ook een haarband gekocht. Dan kan ik die zo, als ik mijn make-up wil verwijderen... Ja, zo kan het ook. Heel mooi. En dan kan ik gewoon zo mijn make-up doen of mijn gezicht, mijn make-up eraf halen. Super chill. Gaat het geen haar in mijn gezicht. En dit is ook weer lekker zo'n zacht stofje. Haarborstel 2,49 euro. De hoofdband was 99 cent.
eigenlijk altijd als ik naar de Action ga, neem ik een deo mee. Ze hebben daar namelijk gewoon Dove. Deze heb ik nu meegenomen. Het is elke keer een andere eigenlijk. Dit is pomegranate en lemon. Volgens mij heb ik deze nog nooit gehad. Misschien als ik hem ruik herken ik het. Oh jawel, die ken ik wel, ja. Deze is echt heel erg lekker. Kost €1,99. Nou, handig voor op reis. Ik heb ook dit gekocht. Dit kan je aan je tas hangen. Ik dacht misschien wel handig voor op het vliegveld. Dit is zo'n handgel. En er zit dus een schattig siliconen dingetje omheen die je dus aan je tas kan hangen. Ik vond deze wel cute. Ze hadden heel veel verschillende. Heel zoet. Wel heel erg lekker. Dus dat is deze handgel. Vond ik wel handig. Snap je? Nou, ik zag echt zo ontzettend veel van deze verpakkingen van het merk Elisa Jones. En ik had al op TikTok gezien dat iemand zei dat deze van de Action heel erg goed is. Dit is namelijk hyaluronzuur. En dat is dus heel erg goed volgens mij tegen huidveroudering. En het is goed voor de vochtbalans of zo in je gezicht. Ik heb geen idee, maar ik ga het uitproberen. Ik vond de verpakking eigenlijk echt wel best wel mooi voor de prijs. Oh, het is echt een mini verpakking. Ik had het wel echt iets groter verwacht om eerlijk te zijn. Maar dit is hem. Dus een Hyaluronic Acid Face and Neckline Serum. Ik denk dat je een heel klein beetje nodig hebt als ik de verpakking zo zie. Deze kostte €1,85. Dan heb ik ook castorolie gekocht. En ik heb dit een tijdje geleden ook gebruikt voor het groeien van mijn wenkbrauwen en wimpers. Maar er staat hier dus ook op dat het goed is voor je gezicht, haar en voor je, ja, suits your skin. Dus ook voor je huid. Goeie uitleg. Maar dit is wel een best wel grote verpakking. 100% naturel castorolie. Ik ben heel erg benieuwd. Hij is best wel vloeibaar. Ik ga het ook eens voor mijn huid gebruiken. Misschien kan je hier ook wel je make-up en zo mee afhalen. Breng de olie voor het slapen aangeschikt voor alle huidtypes. En voor je haar kan je het gebruiken. Masseer het in en laat het ongeveer 15 minuten intrekken. Ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik wat dingetjes gekocht waarvan je misschien eerst niet denkt, waarom hoort dat in deze video? Maar ja, wie mooier wil zijn, moet pijn lijden. Ik krijg soms ook blaren, dus ik heb alvast pleisters gekocht. Je kan maar beter goed voorbereid zijn. Ik heb ook dus tampons gehaald. Dit vind ik altijd gewoon handig om te hebben. En ik vind het ook een deel van beauty, als je het aan mij vraagt. Dan heb ik wat beauty dingetjes gekocht. Ik vond dit wel leuk. Dit is een foundation stick van Max Factor en ik heb hem in de kleur Espresso gekocht, zodat ik hem kan gebruiken als contour stick. Dit is namelijk voor mij echt veel te donker. Ze hadden wel echt super veel verschillende kleuren, maar het leek mij wel leuk om dit te gebruiken als contour stick. Dit is de verpakking, ziet er allemaal heel netjes uit. Shine Control Stick. Ik denk dat je dit misschien kan gebruiken tegen glimmen of zo. En dit is de contourkleur. Of nou ja, de foundationkleur eigenlijk. Oeh. Hij is heel gepigmenteerd. Oké, ik denk dat hij voor mij echt veel te donker gaat zijn. Het is wel een mooie warme kleur. Hij blendt ook wel fijn uit. Best wel goed. Ik ben heel benieuwd. Hier heb je echt weinig van nodig, heb ik het idee. Mijn handen zitten nu onder. Dus ik ga hem binnenkort even uittesten als contourstick. Dan heb ik ook nog van Max Factor de Miracle Glow Duo gekocht. Dit zag er ook wel nice uit. In de kleur 30 Deep. Dit is de verpakking. Het ziet er wel een beetje warm uit. Het is een highlighter. Nou, dat lijkt me niet. Nou, op zich. Hij is niet heel erg glanzend. En dit is de contour. Hier zie je hem een beetje. Die is iets glimmender. Ruikt op zich wel lekker. Zit nu aan mijn neus of niet? Beide producten van Max Factor kosten €2,99. Dan heb ik nog wat maskertjes gekocht. Ik heb hier een Gold Mask Hydrogel. Heel benieuwd. Dit is een two-part sheet mask. Ik vind dit altijd wel grappig om te gebruiken. Het is vaak ook echt veel te groot. Maar het is wel lekker verkoelend altijd. Werkt kalmerend en verzachtend. Dus super chill. Dus die heb ik gekocht. En ik heb nog Cucumber Under Eye Pads gekocht. Of dit echt werkt, ik heb geen idee. Ik gebruik het echt bijna nooit, maar het leek me op zich wel leuk om een keer uit te proberen. De hydrogel was €0,99 en de oogmaskers ook. Dan heb ik nog wat producten voor mijn nagels gekocht. Onder andere twee nagelknippertjes. Ik weet niet wat het is, ik raak deze altijd kwijt. Ik vind het wel altijd handig om te hebben. Ik doe sinds kort ook mijn eigen gelnagels. Waardoor mijn nagels ook best wel snel groeien. En dan vind ik het wel fijn om het soms af te kunnen knippen. En ik heb 3 vijltjes gekocht. Ik vond deze echt heel cute. Deze heb ik eigenlijk altijd wel nodig als ik mijn nagels ga doen. Echt heel cute. Dus deze 3 en 2 nagelknippers. Die kosten
De nagelknippers die kosten 95 cent. En de nagelvels 69 cent. In de vorige Action Shop blog liet ik al dit product zien van Dolph. En ik ben echt helemaal fan hiervan geworden. Het is een soort van douche gel olie met tea tree. Hij ruikt echt super lekker. En sindsdien heb ik hem eigenlijk alleen maar gebruikt onder de douche. Ik heb dus een nieuwe gehaald. Zeker een aanrader als je deze in de Action ziet, haal hem. Hij is echt top. En ik denk dat ik hem ook meeneem op vakantie. Want hij is echt heel erg verfrissend. Ja, dit is echt heel lekker. En hij kost ook maar €1,99. En dan als laatste heb ik een vegan soap gekocht. Ik vond deze verpakking er echt super mooi uitzien. Nog niet eerder gezien bij de Action. Het is van het merk Aromacology. Als ik het goed uitspreek. En het is dus helemaal vegan. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit eruit ziet. Want misschien is dit wel leuk om in de wc neer te leggen. Heel mooi. Ruikt ook heel erg lekker. Ja, leuk zeepje om gewoon zo neer te leggen. En om te gebruiken natuurlijk ook. Maar ja, ik weet niet. Mooie verpakking. Leuk ook om misschien cadeau te doen. Deze kost 95 cent. Nou, de tas is helemaal leeg. Dat waren alle beauty items die ik deze keer bij de Action heb gekocht. Ik ben helemaal ready voor vakantie. Deze video kwam echt goed gelegen. Ik ben heel erg benieuwd of jij wel eens beauty of skincare van de Action hebt geprobeerd. En zo ja, wat vond je ervan? Laat het me zeker even weten in de comments hier beneden. Vond je de video nou leuk en heb je nog geen duimpje omhoog gedaan? Doe dat dan zeker. En abonneer je natuurlijk even. Dan wil ik heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer. Doei!